Hoi en welkom bij Tijd Voor. Vandaag is het tijd voor een techniekles. Ik ga jou vandaag de drie basisstappen leren van macramé. We beginnen met de eerste basistechniek en dat is de opzetlus. Je hebt een streng van je touw. Die doe je dubbel, zodat hij hier gelijk eindigt. Dan heb je bovenaan een lus. Die doe je achter, langs. En dan doe je de twee losse draden. Die haal je er doorheen. En die trek je aan. Zo begin je elke nieuwe streng met macramé. Van deze opzetlus zet je er vier op. Met vier draden, dus twee opzetlussen. Ja? Dan heb je twee buitenste draden en twee binnenste draden. Die twee binnenste die blijven hangen. Die twee buitenste, daar ga je mee werken. We gaan de square knot maken. Je pakt je linker buitendraad en doe je een 4. Ja? Doe je rechter buitendraad hier overheen en die haal je onderdoor. Door het gat van de 4. Haal je door en aantrekken. Ja. Dan de tweede helft van je square knot. Doe je met de rechtste 4. Komt die. Dan haal je links eroverheen. En die haal je dan daar weer onderdoor. Door het gat van de 4 weer heen. Doorhalen. En aantrekken. Dat is één square knot. Zo, en dan nu de laatste techniek die ik jou ga leren. En die heet de gedraaide wijdasknoop. Nou, klinkt heel erg ingewikkeld, maar is het niet. Kijk, je hebt weer 4 strengen. En je doet de eerste weer precies hetzelfde. Je maakt een 4'tje met links. Met de rechts eroverheen. En door het gat van de 4. Die trek je aan. Zo. Dat is hetzelfde als die, hè? Nu ga je niet met rechts, maar je blijft met links bezig. Met links weer een 4'tje. En je haalt hem er weer doorheen. En je trekt hem weer aan. En zo ga je door, totdat hij op een gegeven moment gaat draaien. De gedraaide wijdasknoop. En als dat gebeurt, let op, hè. Let op, als dat gebeurt, je gaat het vanzelf zien. Je merkt dat die linker aan naar rechts wil, hè. Zie je dat? Nou, als je dat wil, laat hem maar, hoor. Doe hem maar naar rechts. En dan die link die daar zat, die haal je deze kant op. En dan pak je hem gewoon weer, de nieuwe linker, pak je op. En dan ga je weer met die verder. Zo draai je mooi mee met je draaiing. Zie je hem gaan? Hé. Hey. De verdraaide wijdasknoop. Zo, we hebben vandaag nog wat bijgeleerd. Namelijk de opzetlus, de square knot en de gedraaide wijdasknoop. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! Deze technieken zijn ontzettend goed te gebruiken bij de macramé levensboom. Kijk maar eens op mijn website.